Hij doet het, inderdaad. Oké. Okay. Breed beeld, live in de uitzending, weer even terug. Ik ga even wat ruimte maken. Hier ligt die stapel comics waar ik het over had op Instagram en Facebook. Zo. Dus, zal ik het introduceren? Ja, graag. Nou, wat ik... dacht, even hier de lampjes uit, kijk. Oh, dat werkt. Deze aan. Die aan, ja. Omdat wij volgende week weer starten met het NPU-project bij Noorderpoort. Het Northern Portal Universe. Comic covers ontwerpen. Dacht ik, we kiezen er gewoon een paar uit waar we naar kijken. En dan kunnen we eens checken van... gewoon gaan we erover praten, zodat we dat ook naar de studenten kunnen sturen, dat filmpje. We gaan covers kijken. Covers kijken. Nice. Maar ik heb er dus een heleboel neergepleurd. Zal ik er gewoon een paar kiezen? Ja. Of willen jullie meekijken? Even. We gaan ze niet allemaal. Maar, want het is te veel. Ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd naar... dit vind ik wel vet de engste. Maar ik ben altijd... Jack Kirby vind ik altijd interessant. Ja. Jack Kirby, dat is die grote. En je had Hero Bear. Hero Bear, dat zeker. Leuk. Ja. Hero Bear is altijd lekker. Ja. Dit is de allernieuwste die ik gekocht heb. Nou, ga maar mee beginnen. Vertel er wat over. Oh, en van de Kikker. Ja, ook goed. Jan-Willem, wil jij nog eentje? Ja, zal ik ook eens even kijken. Een lekker kuffertje. Ja. Oh, die heb je toen niet gegeven, Dim? Jazeker. Dat vind ik ook wel. Dat is wel interessant. Dit vind ik een hele fijne. Dat is een vette tekenaar. Oh, pleur er maar eens op. Zo. Mooi. Hartstikke idee. Nou, nog even voor de duidelijkheid. Wij gaan met studenten van Noorderpoort werken. Eerstejaarsstudenten. Altijd een tof project. Ontwerp je eigen superheld. Gebaseerd op sterke krachten, kanten en zwakke kanten van jezelf. En uiteindelijk moeten ze een toffe comic cover maken. Dus ja, waar moet een cover aan voldoen? Wanneer is hij lekker? Hmm. Wat is tof? Wat is... wat vinden jullie... wat is lekker aan deze? Ja, dat is erg lastig, hè? Ik vind het altijd ontzettend lastig van waar een cover aan moet voldoen. Sowieso belangrijk vind ik, een cover moet iets van dynamiek hebben. Ik vind een beetje een statische cover vind ik altijd niet zoveel aan. Nou, deze vind ik gewoon ontzettend dynamisch sowieso. Er zit lekker veel beweging in het karaktertje. En los van de dynamiek vind ik dat ook de cover iets helders moet hebben. Moet van afstand ook werken. Ja, ik vind het een goede cover voor een deel 1. Omdat het een introductie is eigenlijk. Je ziet gelijk van, dit is de main character. Ja. Het is gewoon super duidelijk. Ook vet hoe die titels erop zijn gedrukt. Mm-hmm. Zo daarachter. Het is, ik denk als je in de schap staat dat het super goed werkt qua pakfactor. Ja. Ja, precies. Dat hij knalt lekker, die cover. Goede felle kleuren. Ja. Maar het is wel gedurfd. Weet je, voor je eerste comic die je doet. Ja. Dus deel 1, dat weet ik toevallig. En je weet eigenlijk totaal niet waar het over gaat of wat voor wereld het is. Je ziet gewoon een persoon in een zwart pak, de fox. Mm-hmm. Terwijl ik niet snel zou linken van, is dit een fox? Maar waarschijnlijk is hij zo sluw of zo snel als een fox. Aha. Ja, maar verder inderdaad, zijn kostuum is niet heel erg vossig. Nee. Logootje ook niet echt, hè? Nee. Ik vind de lijnvoering vind ik ontzettend gaaf. Ja, en lekker. Er zit een beetje een grit in de... Oh, heerlijk, hier zo. Zo'n dry brush effect. Ja, dit is echt een vette tekenaar. Dino Spiel, die heeft ook strips gemaakt van American Splendor. Ah, ja. En hij is heel erg fan van Jack Kirby. Dat zie je ook wel in zijn werk. Ja, dat zie je. Nu. En ook wel die Bruce Timm-achtige animated. Ja, heel erg. Die gezichtjes en die hoekigheid. Hij is heerlijk dynamisch, is hij. Ik heb thuis ook 2 boeken dan van hem, dus van Harvey Pekar geïllustreerd. Mysterieus verhaal met Jay Zofet. Hij is echt een zwart-wit, echt een inkt, een slinger, of hoe je dat noemen. Ja, dat zie je inderdaad wel. Mm-hmm. Hij is soms wel wat hoekig, maar hij komt er wel mee weg, vind ik. Ja, klopt wel. Ja, dat hoort ook wel bij de vibe van de strip. Ja, ik vind het ook wel gaaf dat gewoon echt gewoon de cover representatief is voor het binnenwerk. Dat, lang niet altijd zo, dat je een cover artist hebt en een binnenwerk. Ik vind dat altijd een beetje stom, man.
Ja, ik vind dat altijd heel storend, want het is ja, toch een beetje lezersbedrog op een bepaalde manier, toch? Je ziet dat in Europa niet veel. Nee. Dat het, dat is echt iets Amerikaans, dat is ook echt een beroep, hè? Cover artist dan, denk ik. Ja. Wat ik wel jammer vind, is dat de achtergrond gewoon zo wit is als de ogen. Ja. Het heeft al iets, omdat het aan de ene kant een soort reclame, echt een promotieposter effect heeft, zeg maar. Dat je gewoon met een paar kleurkeuzes er eigenlijk al bent. Ik vind het wel werk, omdat dat karakter wat dynamisch is. Maar ik denk dat al voor studenten, dat we eigenlijk nog zouden zeggen van doe nog wel wat met die achtergrond. Ja, dat had ik niet goed gekeurd. Nee, nou, het is dat die letters gewoon lekker zijn. Maar goed, inderdaad, ook iets gedaan met de achtergrond. Ja. Maar ik denk dat de studenten dit ook niet een toffe cover zouden vinden als je ziet wat er nog meer is. Want op die leeftijd denk ik gewoon meer is beter houding, toch? Oh, en dit is, en zo'n onderkant van het voetje werkt altijd heel goed voor om het perspectief nog eens even lekker aan te zetten. Mm-hmm. Dat de camera ongeveer hier ergens zo schuin zo. Mm-hmm. Dat dynamische houding. Oké. Okay. Ja. Door naar de volgende. Yes. Van onze vriend en collega André Kikker. Hier geschreven door André Kikker. Artist Dori Eka. Uit Indonesië. Indonesië. Zeg het maar. Ja, lekker toch, dat rood tegenover het groen. Ja, het werkt heel dynamisch. Dynamiek zit er voornamelijk in de voorgrond karakter. Mm-hmm. Weet je, dat shirt lekker, wappert lekker. Ik vind dat gedurfd dat je de hoofdpersoon van achteren ziet. Maar in dit geval... Je vindt het niet? Nee. Zoals ik heb altijd geleerd, als je een figuur introduceert, dan moet je net zo... Ik was ooit een keer opmerkt bij Suske en Wiske, op de cover, dat je ze altijd van driekwart moet zien. Bijna nooit van de rug. Oké. Okay. Was meer van Willy van der Steen en zo, Paul Geerts. En later is het toch gebeurd. Zie je meer van de rug of wat dan ook. Dat ze als toeschouwer zijn van wat er gebeurt. Maar... Nee joh, heb je de videogames van de afgelopen 20 jaar gezien? Uh-huh. Dan zie je altijd de hero van de achterkant. Ja. Films? Nee, je ziet alleen maar handen. Oh. Met games. First person shooter, toch? Nee, zo bidde. Conversie, godverdorie. Nee, maar dan zie je altijd de hero van de achterkant. Is het zo? De laatste game die gespeeld was aan Nintendo 8-bit Super Mario. Toen dacht ik van, de games worden niet beter. Nee. En dat is ook gebleken. Dat is ook zo. Ik vind deze tekenstijl, best wel realistisch getekend. Ja, behoorlijk realistisch. Ik vind het erg goed gedaan. Ik vind het ook wel heel gaaf dat deze karakters, die hebben wel allemaal een karakteristieke houding. Je ziet bijna aan hun houding wat hun rol is in dat team. Ja. Dat vind ik heel goed doordacht. Ik vind het alleen jammer dat het 72 dpi is. Oh, zie je dat? Ja, het is niet helemaal scherp. Dat is wel zonde, maar het kan ook zijn door de manier van druk. Onze studenten moeten op 300 dpi. Soms is het, weet dat? Print on demand of wat dan ook. Hoe is dat? Dat weet ik niet. Kikker, is dat zo? Is het een bepaalde druk of is het echt de resolutie wat lager? Ja, goede vraag. Binnenwerken is allemaal fijn. Nou, het is wel voor iemands eerste strip is het echt wel indrukwekkend. Ja, het is crazy. Ja, het is te gek. Super knap. Ja. Ook een leuk verhaal. En het is ook echt een comic. Dat vind ik ook wel. Ja. Ik zou niet zozeer zeggen van, dit is bedacht door iemand uit Groningen. Nee, zeker niet. Het is echt heel on-Hollands. Het is wel echt Amerikaans. Ja, ook door die houdingen natuurlijk. Mm-hmm. Dat is zo Amerikaans. Ja, zeker. Ja. Ik vind het logo daar is ook goed... aandacht aan besteed. Ja. Septum. Goed logo. Ja. Ook, dus ja, dat telt ook mee. Dus ja, goed werk, ik vind het een mooie klassieke cover. Ik ook. Ja. Als en inderdaad, wat Wouter ook zegt van de achterkant. Ja, je ziet het inderdaad weinig in strips. Mm-hmm. En ik denk dat je daar toch ook wel een beetje die movie poster invloed dan ook wel erin krijgt. Mm-hmm. Slim ook met het complementaire kleurgebruik. Ja. Moeilijke woorden allemaal, jongens. Hier. Yeah. Next. Goed werk, kikker. There we go. Oh, wanneer komt deel 2? Ja. Hellions. Deze heb ik gisteren binnengekregen met de post.
wilde ik al heel lang hebben. Het lijkt me een hele lekkere comic. Ik heb hem niet gelezen. Ik weet wel wie al die karakters zijn. Dat is ook lekker. Allemaal bad guys op twee na. Met toch wel een soort schimmige achtergrond. Maar het gaat vooral over een team van bad guys die een soort good guy team gaan worden. Bad is a new good, geloof ik, is de titel. Ik heb hem er ook bij gelegd nu, omdat ik dit eigenlijk helemaal niet zo'n goede cover vind. Een waarloze cover. Ik ook. Het lijkt een beetje bij elkaar geraamd. Het lijkt of het losse plaatjes uit de strip zijn gehaald en die gewoon tot één image zijn geplakt. Mm-hmm. Ook die hand is zo, die hand is bijna hetzelfde. En dan staat die ook weer met zijn hand naar voren. En dan die ook weer. Het is echt zo. Ja, en het schaalding is ook gewoon heel weird. Ja. Als in ene keer is dan eentje heel groot. Maar je kan er niks uit opmaken van... Nou, en ik vind deze balk gewoon bijzonder storend. Ja, bijzonder precies. Storend. Nou, goed dat jullie dat ook zien. Want ja, daarvoor heb ik hem ook neergelegd. Van hier maak je dus bijna voor een derde... Nou, of een kwart. Nou, bijna een derde van een pagina... Maak je wel heel makkelijk af met een heel gedeelte. Op zich zou dat wel, denk ik een rustige cover zou zijn, dan had het misschien best wel tof kunnen zijn. Want je hebt wel heel veel, heel duidelijk de titel zo. Ja. Maar misschien gewoon had er minder opgemoeten, rustiger. Ja. Misschien hadden ze iets meer met die shape door kunnen werken. Maar je knipt nu hier dit karakter ook echt raar af, man. Ik vraag me af, dit is de... Vinger hier zo, what the fuck is dit? Ja, misschien hadden ze gewoon zo dit moeten doen, maar gewoon balken met de ogen van de verschillende karakters erop. Zo. Bijvoorbeeld. Ja, en dan net even dit handje er net even voor laten komen, laten vallen. Ja. Een beetje spelen met dynamiek. Volgens mij is het Lionel Yu, Francis Lionel Yu, die dit... Gemaakt vind ik een hele goede tekenaar. Ja, dat zie je ook wel. Goed zijn ze allemaal. Maar de, kom. Niet spectaculair. Even kijken hoor. Zo. Ja, het is allemaal goed getekend. Ja, dat het is allemaal wel gaaf. Het is gewoon belachelijk goed getekend. Ja. Ja. Ja, dat is allemaal niet verkeerd. Lekker, zo'n zwarte dikke outline. Mm-hmm. Sexy. Ja. Alles is een moeilijke hoek, hè? Ja. Het is voor mij gewoon geen moment ontspannen tekenen. Ja, maar ik heb hier en daar een klein beetje het gevoel dat hij misschien gebruik maakt van 3D-modellen om eerst de karakters neer te zetten en dan vervolgens... Denk ik wel. Toch? Ja. Sommige kopies of zo. Sommige, ja, maar je ziet ook aan de houdingen soms dat het gewoon... Dat het veel referentie heeft. Mm-hmm. En ook precies hoe dat licht valt. Je hebt tegenwoordig natuurlijk met Blender of weet ik veel, al die programma's. Van die poserprogramma's, je figuur op zijn plek kan zetten. En dan de lighting kan bepalen. En dan, precies. Maar ja, dat is allemaal legit. Dat doen schilders ook. Ja, mag ook allemaal. Alleen het geeft toch een soort stijfheid. Ja, soms wel. Ja. Sommige dingetjes wel. Wat ik het mooie aan zijn tekenstijl altijd vind, is... Dat hij ergens altijd iets superkrachtigs, niet standaard superheldkrachtig, maar in zijn lijnvoering of in zijn expressie durft hij ook best wel grimmig te tekenen. En dat komt, volgens mij is het wel met een ander soort inkt dan ik van hem gewend ben. Maar ook oudere X-Men comics door hem, die zijn echt heel lekker. Kijk, dat is zo mooi. Gedurfd. Ja. Dit lijkt bijna op een pagina gepropt. Als je dit nou als cover zou doen... Ja, dat is gaaf. Dat is mooi, hoor. Ja, precies, ja. Ja. Oh, kijk hem, man. 1, zo'n karakter. 2, zo'n karakter. En dan heb je hier... Boom, groot karakter. Kijk, zoveel. Spreads bedoel je? Ja, zo groot. Ja, het past er ook bij. Het moet ook bombastisch zijn, natuurlijk. Nou, anyway. Op naar de volgende. Gave strip, matige cover. Ja, daar kom je niet meer weg. Ik denk cover dat, moet het beste plaatje zijn, man. Ja. Goed. Dit is de trade paperback versie. Ik weet niet of het origineel ook nummer 1 ook letterlijk deze cover Vaak staan bij trade paper de covers toch achterin. Ja, kijk dan. Hier, dit zijn waarschijnlijk de covers van de strip zelf geweest. Come on. Kijk hier is dan, ja. Ja, zie je, is wel echt een cover komt geweest. Komt die anders uit. Maar hier wordt het al, kijk dan. Dat is dik. Ja. Dat is dik. Waarom hebben ze dit dan gekozen? Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Het is echt de minst goede keuze. Ja. Oh, deze is wel echt heel lelijk. Ja, die is ook wel lelijk. Zo, hé. Deze vind ik ook niet heel lelijk. Nee, die houding vind ik te lelijk. Nee, zo'n monkey houding. Ja. Ja. Even
te vreemd in de kop, ja. Die uitdrukking ook. Maar gelukkig, het, hoeft niet altijd goed te zijn. Nee. Kijk, dit is een goede voorbeeld. Daar moet het dit ook. Precies. Ja, man. Nou. We gaan ze opzoeken, die redactie. We staan ze helemaal in elkaar. Nu trekken jullie het maar. Oh shit. Hero Bear. Gebruikmakend van zwart-wit, rood en gewoon super geanimeerd. Het is een beetje Casper en Hobbes vibe. Yeah. Ik ken deze strip. Ja. Hij is gewoon super lekker. Gewoon geschetst. Al die schetslijntjes in de lijn. Ja, dat is sexy hoor. Heerlijk. Ja. Echt vet. Ik vind het zo'n vette strip. Ja. Sowieso die Casper en Hobbes vibe werkt vaak heel goed. Kijk dit dan. Dit zou ook een gave houding zijn hoor, voor een cover. Ja. Ik vind zulke handen tekenen, vind ik heel goed. Ja. Net even zo die krommingen in de ook wat blokkig, wat hoekig. Ja. Ja. Kijk hoeveel plaatjes daar op een pagina. Maar het is wel heel lekker. Ja. Kijk dan. Dit is het zwiert en het doet en het klaart. Ja, ook het rode capie als enige kleurtje. Ja, heel het staat nooit stil, deze strip. Maar over de cover. Ja, ik vind het wel een lekkere cover. Je hebt wel het gevoel van, ik duik erin, in die strip. Dus zeker goed. Heel goed, ja. Had dit nog op de achtergrond gemoeten dan? Dit eigenlijk, want je gaat de strip ook al lezen. Ja. Het ziet misschien meer uit als een poster van Coming Soon. Ja, ja. Stel, je had dit gewoon inderdaad wit gelaten, net als de cirkel. Dat had misschien best wel lekker geweest. Ja, maar dan had je of dit had gewoon helemaal blauw gemoeten met een witte cirkel. Ja. Nou, ik denk dat je dan, als dit nog meer wit was, dan kwam je een beetje tegen hetzelfde probleem als deze aan. Dat het allemaal wel lekker dynamisch is en goed getekend. Maar dat je, dit is meer een spotlight wit, dat heeft dan die functie. Mm-hmm. En dit vind ik wel mooi beeld geven van wat er komen gaat, zeg maar. Ja. Ja, ik vind het erg lekker font. Ja. En de keer. Kopie erin. Dus als je ook wil kiezen voor minder standaard heroïsch stoer, maar meer wat klusser, gezelliger, maar wel met goede actie erin. Ja, is het een heel goed voorbeeld, toch? Ja, ik vind het een goede oplossing. Ja. Het is een goede oplossing. Ja. Zo lekker getekend. Ja, heerlijk. Je ziet gewoon die guy lekker met zijn vettige potlood. Ja. Flats. Zo'n animator, weet je. Ja. Lekker robotje erin, altijd goed. Ja, nice. Een kleur verder ook. Nice. Ook een hele recente. Kijk dan. Dit vind ik. Nee, ik ben benieuwd. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel gaaf. Ja, joh. Ja. De kleuren zijn goed. Mm-hmm. Het lijkt of het echt licht heeft. Het past, de Phoenix past er goed bij. De titels, alles. Ja, dit is een goede cover. Dit is, perspectief is heel gaaf. Heel spannend perspectief is dat. Ja. Om dat goed te doen. Goed ook met dat been zo. Dan moet je wel goed begrijpen wat je aan het doen bent. Ja. Ja, vet. Heerlijk. En deze staat ook wel mooi als voorbeeld voor binnenwerk. Ja. Echt kwalitatief hoogwaardig. Een van de betere getekende nieuwe X-Men comics vind ik zelf. Ja. Vet, dit is vet. Dit zijn dan vet, dit soort dingen gebruiken weer. Dat maakt het weer echt een stripachtig. Ja, en dit zou je ook kunnen gebruiken voor covers. Zo op je afkomen vliegen. Ja. Vet. Dus goed voorbeeld van een sterke cover. Zeker. Retro, maar een persoonlijke favoriet is dit. Retro is altijd lekker. Ja, retro is altijd lekker. Weinig shading, veel zwart, sterk zwart, goede kleuren. Twee punten zitten gewoon in die drie. Ja, mooi. Hier zit een klein beetje kleureffect in. Ze waren vroeger echt goed daarin, hè? Ja. Mm-hmm. Mark Silvestri. Heerlijk. Ja, lekker. Hè, Mark Silvestri. Ja, maar weet je, ik vind het mooi ook, er zit een vluchtigheid in deze cover. Een snelheid zit erin. Zo, en dan zie je gewoon van, dan blijft hij gewoon puur goed staan, omdat die compositie gewoon randhard is. Oh, hij heeft echt gewoon een dubbel arm hier. Ja, dat is barbarous. Okay. Nou ja, goed, in ieder geval. Ja, ik vind dit zo heerlijk. Ik vind deze alleen zo'n hand al. Ja, heel veel weglaten, maar toch die krachtige houding. Dit is natuurlijk ook wel een beetje Conan the Barbarian met een damsel zo aan de voeten. Dat is wel erg oldschool. Ja. Ja, als je nu woke bent, draai je het om. Maar hoe werkt het handje eigenlijk? Dat is... De duim. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat eigenlijk lijkt de vingers naar voren komen. De duim. Het is zo, denk ik. Een beetje zoiets. Ja, eerst je centreert je tekent vooral heel veel handpal. Ja, maar dit lijkt wel de duim.
En dat... Dit is wel onnodig moeilijk. Ja? Ik heb het gevoel dat hij gedraaid heeft. Ja? Nee. Want dit is zijn wijsvinger. Die gaat een beetje in zo'n knik. En dan heeft hij zijn... Het is een beetje dit. Ah, ik snap hem al. Ja. Ja. Maar dit is onnodig moeilijk. Nou goed. Ja. Waarom? Ja, ik snap hem al. Je hebt helemaal gelijk. Ik snap nu hoe die loopt. Ja, maar ik zag hem anders. Dat hij meer naar je toe kwam. Ja, hij is goed in zijn eigen zin. Hij is gewoon heel goed. Bij hem hoef je niet te twijfelen of het klopt of nee. niet. Maar dat is gewoon even optisch. Je moet ook bij lui heel goed zijn. Altijd op zoek gaan naar de fouten. Dat geeft je ook rust. En die fouten maken ook charme. Dus een spiegeltje erbij pakken. Een spiegelbeeld. Binnenwerken is... spot on. Dat is een hele fijne periode. Een hele mooie periode van X-Men Comics geweest. Gaaf. Ja, het is wel vet omdat het nog echt... het voelt wel echt als een strip. En tegenwoordig is alles zo gelikt dat het gewoon... Het is de Outback periode van de X-Men. Maar de cover, ja, ik zou dit zo uitvergroot op kunnen hangen in mijn kamer. Zeker. Die armen zijn zo vet, hè. Dit vind ik altijd zo vette armpjes. Ja. Die spieren zo... Mm. Oh, vergeten we ook bijna dingen als cornerboxes en zo. Dat gaan we ook allemaal behandelen in lessen en zo. Maar dat doet allemaal niet toe. Maar die zo'n cornerbox is leuk. Ja, ik vind het ook leuk, want ik zit te kijken. Hij heeft er gewoon heel klein getekend. Mm-hmm. Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk. Dit is uit... Even kijken hoe retro dit is. Daar kom ik nog wel op. Ja, ooit. Een retro. We gaan naar de baas. Ja. Mark Silvestri is ook een baas hoor, maar kijk, dit is... Nou. Ja. Ja, de grote baas. Als iemand dynamiek heeft en dingen heeft uitgevonden. Ah, hier staan, kijk dan naar potlood. Ik heb thuis een boek van allemaal scans van potloodtekeningen van Lennon. Hoe extreem die fucking... Zo'n hand, huge! Maar dit is Seventh Dragon, toch? Van Larsen. Ja. Maar hij is als... Die gast die kon iets van 8 pagina's per dag tekenen of zo. Jezus. Ja. En dan deze cover, hè? Wat zou je zeggen van zo'n cover? Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Van al die heerlijke heldere kleuren. Een beeld wat nog steeds gewoon helder is. Terwijl er heel veel gaande is. Ja, inderdaad. Allemaal bewegingen. Ja, dat vind ik heel gaaf. Die verschillende texturen vind ik ook heel gaaf. Dat je gewoon, van de Thing gewoon die textuur zo hebt. Dan heb je hier van de Human Torch. Heb je die textuur. Die textuur in die rook vind ik echt heel gaaf. Perspectief zie je hier nog eventjes. Perspectief is gaaf. Ja. Zo'n horizon lijntje hier. Nou ja, achtergrondje. Nou, en weet je wat het ook gewoon is? Want dat vind ik, bij een cover moet je ook wel zoiets hebben van, wat gebeurt hier? Mm-hmm. Dat moet je ook enthousiast maken om het te gaan lezen. En dit is wel echt, hier zit een stukje story waar je benieuwd naar bent, zonder dat er spoilers in zitten. Dat je echt zoiets hebt van, wat gebeurt er deze keer? Ja, scène. Ja. Key moment. Ik vind wel dat die dit perspectief, deze verhouding van deze arm niet heel... Ja, dat heeft een beetje raar getekend. Ja, een beetje... Het is net alsof die een beetje rekt. Alsof hij uitgerekt is. De rek is eruit. Ja. Nee, maar ja, Jack Kirby heel is natuurlijk de grote... Ja, de King of Comics. De Godfather. Ja. En al deze... rospartijtjes met lekker grof. Super goed. Nou, hij heeft een beetje gewoon een soort handschrift ontwikkeld voor comics, toch? Wat nog mensen nog steeds gebruiken. Zoals die Kirby Crackle en bepaalde texturen. Ja. Want toen was er nog niemand die dat deed. Oh, kijk dan. Hier. Zo. Ja. Bewegingslijnen. Lekker hoekig ook. Ja, veel hoeken gebruiken. Ja, maar dat is wat John Romita Jr. ook doet. Ja. Op een gegeven moment, door die blok gewoon altijd weet van... door die hoeken weet je heel goed het perspectief toe te passen. En dat vind ik bij Jack Kirby altijd zo nice. Je ziet gewoon echt het blok. Als je een hoofdtrekpapiertje op z'n recht, zou je echt die blokken er allemaal zo in terug kunnen vinden. Ja, heerlijk. Je een figuur moet bouwen. Ja. Ja. Dat kijkt heel lekker. En echt gebruiken. Dat vind ik altijd zo vet van hem. Dat hij echt... hoe hij de plooi tekent, hij gebruikt de plooi om de actie te versterken, weer te geven. De dynamiek waar de arm naartoe gaat of wat dan ook. En dat is dan tevens ook de plooi. Zo,
Misschien als je iemand echt zou fotograferen in die houding, dan heb je een andere plooi. Alleen, het is wel super geloofwaardig van hoe die het doet. Dat vind ik zo vet. Ja. Dat heeft Romita Junior ook. Klopt. Ja. En weer zo'n voetzooltje laten zien, hè? Werkt heel goed. Ja. Ja. Punten. Ja, dat is knap. Alright. Goeie voetjes. Nou, mooi. Goeie sessie. Heerlijk. Tot de volgende. Tot later.